Hey, leuk je weer kijken naar Alice Games. Vandaag ga ik verder met de Sims 4 aan het werk. We gaan gelijk eventjes Oliver wakker maken. Die lag nog gewoon te slapen. Het is al bijna 12 uur 's middags. Dat kan echt niet. We gaan even zijn alledaagse kleding aan doen. En dan gaat hij eventjes naar beneden eten. Want we hebben wentelteefjes. Dat heeft Jennifer net gemaakt. Waarom moet Oliver eigenlijk niet naar school? Want het is toch gewoon een lesdag? Hij hoeft vandaag blijkbaar niet naar school. Misschien is dat omdat hij net tiener is geworden of zo. Nee, we kunnen niet naar school gaan. Hij moet wel gewoon zijn huiswerk maken, dus dat gaat hij zeker wel doen. Maar blijkbaar heeft hij vandaag een dagje vrij. Hartstikke chill dat hij dat heeft. Zo, gaan we eens even gezellig kletsen met Jennifer. Jennifer die gaat trouwens ook alweer bijna bevallen, jongens. Wanneer is dat? 3 tot 6 maanden. Oh, nou ja. Bijna. Bijna. Is het niet lekker of zo? Want, oh nee. De kwaliteit is ook. Ja, want Oliver zat net een beetje vies naar dat eten te kijken. Maar Jennifer kan toch best wel goed koken? Of ben ik nog gek? Kijk, waar zat te koken? Niveau 6 heeft ze. Nou, en dan is het niet helemaal lekker. Nou, dat vind ik belachelijk, jongens. Je zou toch denken dat het al super lekker is. Enthousiast zijn over nieuwe albums. Ik weet niet welk nieuw album er is uitgekomen, maar dat maakt niet uit. Naar uitgerekende datum vragen. Oh jee. Heeft hij iets beschamends gevraagd? Geen idee. Hoe is het met Johnny? Oh jeetje, die heeft veel honger. Nou ja, hij gaat toch maar even keihard werken. De honger, die, hij moet maar straks maar even wat gaan eten dan op het werk. Ja, ik weet dat je het vies vindt, Jennifer. Je hebt het zelf klaargemaakt. Ik weet ook niet hoe het komt. Ik vind het ook belachelijk. Oh, ik heb het bord nog in mijn hand. Waar laat ik het bord nou? Oh, nu staat het weer hier. Oh, Jennifer is ook weer ziek. Het zal wel eens niet zo zijn. Zo, de wentelteefjes gaan de koelkast in. Ook al vindt niemand ze lekker. Dat maakt niet uit. Wat ik vandaag wil gaan doen, we zijn natuurlijk niet mee naar het werk met Johnny, maar ik denk dat ik vandaag... Oh jeetje, wat denk ik allemaal doen? Ik denk dat ik vandaag wel eventjes wil... Was ze nou aan het kotsen? Of ging ze gewoon naar de wc? Ik weet het niet. Maar ik wil denk ik vandaag wel eventjes naar de spa met Jennifer. Ik weet niet zeker of dat kan als ze zwanger is, maar dat moeten we dan nog maar eventjes gaan zien. Nee, we gaan niet kletsen, je gaat even onder de douche. Zo. Oliver is een genie. Ja, dat is een nieuwe eigenschap van hem. Hij is een genie. Trouwens, het vriendinnetje van Oliver. Vriendinnetje. De vriendin. Of, nou ja, een vriendin van Oliver. Nancy. Die is ook tiener nu. We gaan haar eventjes opzoeken. Want waar staat ze? Oh, ze staat hier. Nancy Jonker. Die is nu ook tiener. Dus, misschien is het wel leuk om hun twee samen te laten daten. En, dat er misschien een romantische relatie op bloeit. Het zou natuurlijk hartstikke tof zijn als dat gebeurt. Want ze kennen elkaar nu al zo lang en ik vind ze zo leuk bij elkaar passen. Dus ik denk dat dat wel een leuk stelletje zou zijn. Even kijken, wat wil hij? Hij wil naar een schaakspel kijken. Ja, dat kan niet. Je kan wel zelf gaan schaken, maar we hebben... Ja, we hebben wel een schaakbord. Hierboven. Ja, ik wist het. Nou, dan gaan we eventjes spelen. Even lekker schaken, want hij is een genie. En hij wil geniale dingen doen, dus hij moet maar eventjes geniaal worden in schaken of zo. Geen idee. Voor de rest heeft hij nog niet zoveel vaardigheden, maar dat gaat hij natuurlijk allemaal nog ontwikkelen. Jennifer die is weer bezig met dat boek van haar. Wat is er nu weer aan de hand? Hoofdpijn. Oh jeetje. Ja, dat is niet zo fijn. Oh, wat gaat ze nou weer doen? Oh my god, ze is aan het kotsen. Well, that's not very nice. Nou, nu moeten we de wc schoonmaken, want de wc is nu helemaal vies. Ja, dat is natuurlijk niet zo lekker. Moet je daarna wel weer even opnieuw je handen wassen, want anders is het ook niet heel lekker. Even kijken. Oliver is alweer op de helft met zijn vaardigheid. Dat gaat hartstikke snel. Oh, nu voelt hij zich ook nog eens speels. Door ziekte. Hij voelt zich speels door de ziekte. Oh jongens, hij heeft allemaal strepen. Kijk nou. Hij heeft die enge ziekte dat hij allemaal rare strepen krijgt. Nou weet je wat, we gaan eventjes medicijnen bestellen voor zowel Jennifer als Oliver. Want ze zijn allebei ziek. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Medicijn nemen. Kijk, zetten we deze hier op de grond. En dan moet Jennifer even dit medicijn nemen. Zo, en dan is iedereen weer beter hoop ik. Want het is natuurlijk niet fijn als iedereen hier ziek is. Zo, en dan gaan we daarna eventjes hem opfleuren. Trouwens, we moeten even een selfie maken. Dat doen we eigenlijk bijna nooit meer. Jongens, we gaan even een selfie nemen. We moeten natuurlijk wel leuke foto's hebben samen met Oliver. Oh, voor de leuke herinneringen. Kijk, nou, maak die selfie. Gaan ze het nou niet doen? Ik wou een selfie maken. Oh. Girl. Is dit serieus de selfie met
Met, oh, ik heb geklikt op alleen een selfie nemen. Dus ze doet het nu alleen van haarzelf. Nou, dan maken we een selfie van Jennifer alleen. Kan ook natuurlijk. Hupsakee, twee foto's. Nou ja, we moeten er wel ook nog eventjes eentje met Ho. Even eentje met Oliver. Want dat wil ik wel heel graag. Foto maken met Oliver. Zo. Nou, kom op. Eventjes lachen voor de foto. Cheese. Oké, daar komt hij hoor. Zo. Ah, oh, wat een leuke foto. Moeder en zoon, je ziet het gelijk. Zo, we maken er twee. Ook nog eentje met een filter. Dit filter. Ja, helemaal tof. Oké, dat is ook weer gebeurd. Jen, die gaat eventjes naar de wc. Johnny is weer thuis. Nou, dat is helemaal mooi. Trouwens, ik moet nog steeds eigenlijk de foto's ophangen. Weet je wel, die foto's die we altijd hebben? Samen met van Oliver en zo. Hier, al die foto's die hier zo staan. Die moeten we eventjes gaan ophangen. Misschien kunnen we dat hier wel doen. Dan halen we deze dingen. Die gaan we eventjes weghalen. Zo, en dan maken we hiervan onze fotomuur. En dan kunnen we weer alle leuke foto's en zo ophangen. Dus dan gaan we even kijken wat we allemaal hebben. Wat is dit? Oh, dat is met Hans volgens mij. Met Hans? Oh, dat is Lily met Hans. Dat is lang geleden. Ja, die kunnen we ook best wel ophangen, toch? Ja, dat kan best wel. Kijk nou. Lily en Hans in hun jonge jaren. Dat is me toch een partijtje geleden. Een partijtje geleden? Een tijdje geleden. Kijk, en dan hebben we hier. Ah nee, daar zet ik een kabouter op. Are you kidding me? Een kabouter. Oké, dan kunnen we die niet ophangen. De selfie van Jennifer alleen kunnen we wel ophangen, natuurlijk. Wie staan hier op? Hans en. Hoe heet die nou? James. Oh, nou, die kunnen we ook ophangen, joh. Hartstikke leuk. Hele familieportretten aan de muren hier. Oh, dit is met Johnny. Is die foto nou ook al mislukt? Are you serious? Alle foto's zijn mislukt, jongens. Het is toch erg? Nee, mislukt. Overal staat een. Wie is dit nou weer? Overal staat een kabouter op. That's not what we want. Oké, het is eigenlijk heel lelijk, maar dat maakt niet uit. Nou, Jennifer, waar ben je? Oh, nou dan gaan we eventjes een nieuwe foto maken, hè? Foto maken met Oliver. Kom maar op, want we moeten wel eventjes een leuke foto hebben voor aan de muur. En dan doen we het maar weer opnieuw. Want hij was blijkbaar niet goed gelukt. Nou, dan gaan we weer lachen, hoor. Zo. Oh, kijk eens aan. Nog steeds hartstikke leuk. Nou, we maken er 1, 2, 3. Als het nu niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. We hebben nu ook niveau 2 van de fotografievaardigheid. En dat is helemaal mooi. Even kijken hoor. Waar staan ze? Hier natuurlijk. Maar hij is gelukt. Ah, kijk eens aan. Nou, dan hebben we hier in ieder geval een foto van Jennifer en Oliver. Dan moeten we eigenlijk ook nog eventjes een nieuwe foto maken met Johnny en Jennifer. Zo. Want die moeten natuurlijk ook eventjes samen op de foto voor aan de muur. Want die foto's waren ook al mislukt. Echt alle foto's die mislukken hier in de Sims. Ja, lachen. Wat leuk. Je ziet zijn horloge hier. Oh, dat is niet zijn horloge, dat is zijn telefoon. Oh my god. Nou ja, even kijken. Zo dan maar. Zo. Dat waren er drie tegelijk bijna. Ja, ik doe er even drie, want anders mislukken ze allemaal weer. En dat wil ik natuurlijk niet. Kijk, zie je, ze zijn bijna allemaal mislukt. Behalve deze. Deze is goed gelukt. Nou, ik ben blij dat ik er drie heb gemaakt. Zo, nou, we hebben weer een aantal dingen. We moeten ook weer een keer naar de fotostudio gaan, jongens. Als we onze nieuwe baby hebben, dan gaan we eventjes naar de fotostudio. Want dat moeten we ook nog eens een keertje doen. Want dan kunnen we daar weer even leuke foto's maken. Oké, en wat ik nu wil doen. Even kijken hoor. Ik wil een date met Nancy. Dat lijkt me wel leuk om te doen. Mee uitvragen. Nou, dan gaat Oliver eventjes Nancy mee uitvragen. En dan hoop ik dat ze mee wilt. En dan gaan we naar. Oh, waarom lukt het niet? En dan wil ik naar de sauna gaan. Waarom kan het niet? Ik wil gewoon iemand mee uitvragen, oké? Waarom mag het niet? Oh, nu mag het wel. Die optie gaat niet meer weg, hè? Ja, ik weet het, Jennifer. Heel leuk voor je. Maar ik wil eventjes dat Oliver gaat bellen. Nou, waarom kan het niet? Wat is dit nou weer? Valerie Trebekov vroeg of je even langs wil komen. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Sorry, Valerie. Volgende keer beter. Nou, weet je wat? Dan drukken we gewoon op de M. En dan gaan wij gewoon wel reizen. En dan nemen we Nancy zo wel mee.
Oh, er staan ineens Juni en Jennifer te zoenen. Even kijken, we kunnen naar de spa. Of we kunnen naar de nachtclub. Ben ik daar wel eens geweest in die nachtclub? Vast wel. Ik ga voor de spa. En we kunnen haar meenemen. Dat is mooi. Dan gaan we gezellig op date in de spa. Nou, we zijn bij de spa. En Oliver en Nancy gaan eventjes praten. Ze gaan voor het eerst praten als tieners. Dus dat is wel heel spannend. Of nou ja, spannend. Het is wel eventjes leuk natuurlijk. Maar ze zijn nog wel steeds hele goede vrienden. Dus dat is wel leuk. Dus ik hoop dat hier een liefdesrelatie uit gaat bloeien. Want dat lijkt me wel super leuk dat hun samen wat krijgen. Nancy is vrolijk. Ja, dat wist ik al. Nancy is altijd een vrolijk meisje. Ze is echt een schatje. Even kijken hoor. We gaan eventjes vriendelijk naar carrière vragen. Zal ze werken? Ik denk niet dat ze werkt. Want ze is natuurlijk ook nog maar net tiener. Dus ik denk niet dat ze werkt. Maar je weet het maar nooit. Misschien werkt ze ook wel. Oh, ze werkt als leerling. Nou ja, dan zit ze dus gewoon op school. Dan werkt ze nog niet. Jongens, we gaan eventjes opfleuren. En we gaan eventjes liefde. Vraag of ze vrijgezel is. Ik denk niet dat ze een vriendje heeft. Maar ja, je weet het niet, hè. Het kan alle kanten op gaan. Ah, ze is vrijgezel. Nou, dat is mooi. Dan gaan we even compliment geven over haar uiterlijk. Dat mag ook wel komen, natuurlijk. Oh, dat klinkt niet zo enthousiast. Of was dat voor de grap? Er begint zo weer een yogales. Nou, we gaan niet naar de yoga. We gaan eerst nog eventjes lekker chillen met Nancy. Oh, is dit flirten? Oh, ze hebben geflirt. Jongens, wat spannend. Wat spannend. Deelnemen? Waarom moeten we op haar klikken om deel te nemen aan een les? Wat? Oh, nou, ze loopt weg. Oké. Nou, dan gaan we eventjes onze badjas aantrekken. Want dat moet in de spa. Dan moet je een badjas aan. Of badkleding. Of weet ik veel. Of een handdoek of zo. Oh, dat is de vrouwenkleedkamer. Ja, dat kan ik niet zien natuurlijk. Een badjas aantrekken. Nou, doe die badjas aan, jongeman. En zullen we gaan mediteren? Ja, we kunnen wel mediteren, maar dan zitten we daar heel lang. Dus ik denk dat ik wil gaan... Oh, kijk nou. Weet je, we kunnen ook gewoon yoga beoefenen. We hoeven niet per se mee te doen aan zo'n les. We kunnen het ook gewoon gaan oefenen als we willen. Mooi op het roze matje gaan we even yoga doen. Wellnessvaardigheid geleerd. Nou, kijk eens aan. In zijn mooie wellness outfit is hij aan het yoga. Oeh, twerk that ass. We gaan inzoomen op zijn kont, jongens. Oh, we kunnen niet verder inzoomen. Nee, je hebt een hele mooie kont, Oliver. Prachtig. Beautiful. Oh, moet je nou kijken wat hier gebeurt. Oh, jeetje. Nou, dat kan ik niet, hoor. Kunnen jullie dat? Laat even weten of jullie ook zulke yoga kunnen. Of turnen of zo. Misschien als je op turnen zit, dan kan je ook wel zulke dingen. Maar jeetje, dan moet je wel lekker lenig zijn, hoor. Dan moet je wel lenig zijn. Nou ja, Oliver, die kan dat nog niet zo goed, hoor. Oh, hij voelt zich geconcentreerd op het yoga. Nou, kijk eens aan. Eens even zien. Ik wil in de sauna met Nancy. Maar waar is Nancy? Ze loopt net naar beneden. Hier is ze. Interesse bespreken. Weet ik veel. We gaan eventjes wat doen. Want ze moet eventjes meekomen. Want ik wil met haar in de sauna. Oh, en we gaan ook even een drankje pakken. Drinken. Zo, dat stilt eventjes de honger, denk ik. Ik weet niet waarom drinken de honger stilt, maar dat maakt niet uit. Nou ja, weet je wat? We gaan eerst eventjes nog kletsen en zitten dan maar. Groot geheim onthullen. Gaat ze nou gewoon op de mobiel zitten? Ben je helemaal betoeterd? Oh, we hebben een geheim onthuld hoor, blijkbaar. Zitten we anders bruisende drankjes. Die bruisende drankjes zijn wel leuk. Je ziet ook echt al die bubbeltjes zo eruit uitspuiten, zeg maar. Het ziet er wel leuk uit, dat hebben ze wel leuk gedaan. Weer eens wat anders. Favoriete band bespreken. Ja, wat is de favoriete band van Nancy? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oké, jongens, we moeten trouwens echt even gaan flirten. Want anders komt het er echt niet van. Want we zijn nu alleen nog maar hele goede vrienden. En we moeten natuurlijk wel een beetje de liefdeskant op. Versiertruc. Kijken of ze mee gaat doen in de versiertruc. Ja, ik vind jou een leuke dame hoor, Nancy. Oh, de flirterige gevoelens komen naar boven. Oh, nou dit wordt wat hoor, jongens. Roos aanbieden. We gaan er een roos geven, midden in de spa. Zo. Gaat ze weer weg? Probeer het te verleiden. Nancy, kom terug. Ik verleid je met mijn krachten. Oh nee, ze is weggelopen. Oh nee, ze staat in de meisjeskamer. Daar kunnen we niet naar binnen. Dat vind ik niet leuk. Nancy, kom nou.
Nou, we kunnen haar ook niet roepen of zo. Nou, dit vind ik een beetje belachelijk. Vind ik heel erg belachelijk. Nancy, kom nou terug. Oh, ze gaat er vandoor of zo. Oh, nou, dan gaat ze er maar vandoor. Breinboosten. Nee, ik wil even in de sauna zitten. We moeten even relaxen in de sauna, want dat is heel goed voor ons. Oké, eigenlijk niet. De sauna is heel heet. Dus eigenlijk is dat niet heel goed voor je. Maar dat maakt niet uit. Zullen we toch maar meedoen aan de les dan? Want er is helemaal niemand. Dat is ook wel een beetje lullig. We gaan een les breinboosten doen. En daarna gaan we naar huis, want het is 2 uur 's nachts. En wij zitten nog in de sauna. Nou, jongens, dat is toch te gek voor woorden? Dat is echt te gek voor woorden. Oké, jongens, we gaan een yogales breinboosten doen. Ik ben benieuwd wat we dan gaan leren. Ik denk dat we onze brein gaan boosten. Dat we dan onze brein, onze hersenen echt een boost krijgen. En dat we heel goed kunnen nadenken en heel goed ons kunnen concentreren of zo. Ik denk dat het daar ergens voor bedoeld is. Oh, nou, Oliver, die kan nog niet zoveel, zie je. Hij moet eventjes niveau 2 krijgen van wellness. Dan kan hij wat meer. We hebben dat bijna, zie ik. Dus, oh, daar viel hij even hoor. Zo, niveau 2. Oké, hopelijk kan hij nu iets meer. Wat zit hij nou te doen? Oliver, je doet het fout. Dat is toch niet hetzelfde als wat zij doet? Belachelijk. Nou ja, hij doet in ieder geval zijn best. Dat scheelt. Oh, dit is ook echt zijn eerste vaardigheid met niveau 2. Wellness. Tch. Nou ja, ook leuk, hè? Oh, kunnen we dit wier ook aanzetten? Ontsteken. Verbeelden citroen. Zo, we gaan citroen aanzetten. Maar waarom liggen ze nou te slapen? Jongens, waarom liggen ze te slapen? Ik snap er helemaal niks van. Oh, dat wierook, dat inspireert blijkbaar. Oké, interessant. Nou, dankjewel voor de mooie les. We gaan nu weer naar huis. Nancy is er ook vandoor. Ik vind het ronduit belachelijk. Nu hebben we nog niet gezoend met haar en weet ik veel wat. Maar ja, dat moeten we dan maar weer de volgende keer doen. Ik ga haar verder niet meenemen. Ik ga haar lekker thuis laten slapen. Want we gaan haar niet midden in de nacht ineens meenemen naar ons huis. Zo, we zijn weer thuis. Het is alweer 5 uur 's ochtends. Dat is echt belachelijk, want Oliver die moet straks gewoon naar school over 3 uur. Maar dat maakt niet uit. Dit was weer het eind van de aflevering, jongens. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.